De Amersfoortse roeivereniging Hemus liet afgelopen zaterdag zijn nieuwste aanwinsten zien aan leden en belangstellenden. Een bijzondere dag voor de roeivereniging. En wens u een behouden vaart. De boten kregen elk een naam en werden gedoopt met water uit de Eem. Ja, dit is sowieso altijd heel bijzonder. Een roeivereniging moet roeien en moeten we dus boten voor hebben. Boten zijn ja, ons enige bezit, om het zo maar eens te zeggen, wat we ook zelf kopen. En dat zijn dure dingen. Ik kan niet de prijzen precies noemen, maar daar besteden we per jaar ruim een kwart van onze hele begroting aan. En het is voor ons altijd extra feestelijk als we weer nieuw materiaal krijgen. Want het is toch ja, de ziel en zaligheid van menig roeier om in mooie boten te mogen roeien. Met de aankoop van de nieuwe boten hoopt de roeivereniging zijn kwaliteit hoog te houden. We hebben een hele uitgebreide vloot met een heel gebalanceerd vlootplan. En we worden iedere keer opnieuw in en aan geschaft om dat vlootplan in balans te houden. En dit keer hebben we voornamelijk skiffs gekocht. Skiffs in de categorie zeg maar zware heren en dames skiffs. Dus dat zijn voor verschillende gewichtscategorieën. En dat zijn skiffs van het merk Empacher. Dat is echt ja, zeg maar de Mercedes onder de boten. Dus daar zijn we bijzonder trots op dat we dat kunnen realiseren. De roeivereniging heeft ook nog een grote oefenboot gekregen van de Roeibond via een gunstige betalingsregeling. Maar het belangrijkste nieuws is toch wel die nieuwe coach- en reddingsboot. Het is altijd een heel lastig gebeuren binnen een roeivereniging om geen roeiboten te kopen, maar iets anders. Dat is moeilijk om door de ALV te krijgen. Maar we hebben toch na jarenlang heen en weer praten nu eindelijk een reddingsboot, een veiligheidsboot en een coachboot gekocht. Ja, dat is een motorboot. Dus het past niet echt in onze vloot thuis, maar het is echt heel nodig en heel blij zijn we ermee. Met de nieuwe skiff zal Hemus helaas geen wedstrijden gaan winnen. Het zijn namelijk pure trainingsboten. En tot zo.